Mark Boma, goedemorgen. Goeiedag. Zeg, jij bent van het elektrobedrijf Parijs, zeg ik dat goed? Elektrobedrijf? Ja, klopt helemaal. Ja? Parijs Elektrowerken. En jullie zijn een van de grote aannemers van de verbouwing van de Schouwburg. Ja, dat klopt. We doen het samen met de bouwgroep Peters, de ZVU en Parijs. Dat klopt. Maar Parijs, ik hoorde net eigenlijk voor het eerst dat jullie maar liefst 140 medewerkers hebben. Dus daar maak ik uit op dat jullie een flink bedrijf zijn. Ja, klopt. Ja. Jullie zitten in Serenhoek. Ja, we zijn een bedrijf wat al lange tijd in de regio werkzaam is. We hebben 3 afdelingen. Een IA&A afdeling doen we industriële automatisering. We hebben een EB afdeling, doen we elektro- en brandbeveiliging. En een TIB, dat doen we ICT en telefonie aanpakken. Ja, precies. En daar hebben we ook 140 mensen voor nodig om het af te werken. En hier dan in Middelburg, want wat is nu precies jullie rol binnen de Schouwburg? Want er is natuurlijk heel veel elektro, maar doen jullie dan alles? Of? Ja, dat klopt. Wij doen een stukje elektrowerk, dus de verlichting, de stopcontacten. We doen een stukje theatertechniek, maar ook de brandbeveiliging en netwerkinstallaties. Oh, dat is echt, ja, eigenlijk gewoon alles. We proberen eigenlijk alles qua wat met elektrisch te maken heeft, dat proberen we aan te pakken, dat klopt inderdaad. En ik sprak er net ook nog een medewerker van jullie die bezig was. Hij zei, ja, we zijn hier met z'n 9 nu bezig. Ja, dat klopt. Hij zei, want het is wel een hele strakke planning hier in de Schouwburg. Het is met name, dat is eigenlijk de grootste uitdaging van het project. Het is een hele strakke planning. We zijn op 7 december begonnen hier op het Molenwater. En we proberen op 1 juni de sleutel over te dragen aan de exploitant. Oké, nou ja, dat is inderdaad kort. Maar het gaat wel goed, je hebt er wel vertrouwen in dat het goed komt? We proberen het met deze 9 mensen goed vol te houden. Wellicht schakelen we nog wat breder in op het moment dat straks de afbouwplanning begint. Maar ik vertrouw erop dat het goed komt. Ja, ja. Ben je nog in de loop van het project nog bijzondere dingen tegengekomen of extra andere uitdagingen ofzo? Of, Nou, we zien het al zeker als een heel mooi project. Wat we gewend zijn is eigenlijk de standaardinstallaties in de gebouwen aan te vliegen. Dus er zijn brandmeld, netwerkbekabeling, de verlichting zoals ik al zei. Wat dit project bijzonder maakt is ook dat er ook theatertechniek bij komt kijken. Ja, is het niet zo dat, want de Schouwburg is natuurlijk al wat langer in gebruik, is het niet zo dat je nog oude bedrading of kabels kon gebruiken of moet dat echt allemaal eruit? Nee, we proberen eigenlijk het gebouw blijft staan. En wordt volledig gerenoveerd eigenlijk en de installaties die waren allemaal al ontmanteld op het moment dat wij aankwamen. Ja, want het was ook echt verouderd, ook de bedrading. Ja. Ik kan zeggen dat het nodig was. Ja. Ja, klopt. Ja. En zijn er verder nog dingen die je erover kunt zeggen of we zouden willen zeggen? Of, Nou, met name dat het voor Middelburg een heel bijzonder project is om uit te mogen voeren. Ik hoop dat we op 1 juni gewoon echt een schitterende Schouwburg hebben waar eigenlijk iedereen van gebruik van kan maken. En waar ook alle lichtjes er doen en alle... Precies ook. En dat Frans met zijn medewerkers er een mooie programmering van kan maken. Nou, we zijn in afwachting, maar dat gaat vast goed komen. Precies ook. We doen ons best. Hartelijk dank voor je toelichting. Ja, alsjeblieft.